Lex, jij duikt op jouw geheel eigen wijze in het probleem van de griep. Ja. Dat heerst al 6 weken, de epidemie die heerst. En je hebt er zelf ook een klein beetje last van. Klein beetje last, maar ik heb wel begrepen dat het een beetje aanstellerig is. Zie je welke foto hier getoond wordt? Ja, ben jij dat? Nee. Ah, oké. Okay. Een man, een zielige man in bed. Oh, oh ja. Nee, goed, maar ik heb het een beetje. Een beetje een dikke keel en gewoon een beetje snotterig. En ik las in de krant inderdaad, week 7 gaan we in van de epidemie. Ik wil gewoon wat handvaten geven. Wat moeten we nou doen en wat moeten we vooral niet doen? Want er zijn veel fabels ook over de griep. En toen kwam ik in mijn zoektocht uit in Noord-Holland. Want daar heb je namelijk een zeer bijzondere vrouw. Dat is namelijk het kruidenvrouwtje. Zeg, u bent de kruidenvrouw. Ja. Ik mag niet zeggen het kruidenvrouwtje, hè? Ja, wel hoor. Mag wel. Nou, dan noem ik u het kruidenvrouwtje. Nee, dat mag toch niet. Oh, toch niet. Dan noem ik u de kruidenvrouw. Ja. U zou wel nooit ziek zijn. Ja, ik ben wel ziek. Ja, maar ziek zijn hoort ook bij het leven. Griep, wat kunnen we het beste doen? Nou, we kunnen een bladeren nemen van de toorts. En van het blad en de bloemen kunnen we thee van zetten. En hij is heel goed voor de holteorganen. Vlier is eigenlijk een van de beste middelen bij griep. Want wat doet vlier? Ze zorgt ervoor dat er interferon in het lichaam gemaakt wordt. Interferon is een stof die zorgt ervoor dat er meer witte bloedlichaampjes komen. En meer witte bloedlichaampjes betekent meer vechten tegen de griep. Dit is de tijm. Al die blaadjes die doe je in de olie en die olie verwarm je en dan smeer je op je borst. De blaadjes doe je in water, kook je een tijdje en heb je thee. Of je hebt hoestdrank als je er wat honing bij doet. Hoe mag ik u eigenlijk niet het kruidenvrouwtje noemen? Dat mag je wel noemen hoor, maar dan krijg je altijd een reactie van mij. Ja, ja, nee, jij mag het niet noemen. Sommige mensen wel, oudere mensen mogen het noemen, maar jij niet. Ah, ooit, dat is duidelijk. Ja, dat zal ik niet. Zeker nooit meer noemen. Heb je de tips wel getest of niet? De tips getest en tot nu toe nog geen cruciale verbetering. Maar dat kan dus ook wel weer... Zo fijn. Laat je borst zien, is die ingeolied? Wat moet ik zien? Je borst, is die ingeolied? Nee, dat onderwerp komt zo meteen bij Evi. Ja, dat laten we nog even wachten. Maar nu zijn er ook heel veel tips van grootmoeder die dan op internet ook circuleren. Ik heb er een paar voorbeelden van gevonden. Je kunt daar gewoon naar googlen. Wat zeggen mensen bijvoorbeeld op internet dat je moet doen als je de griep hebt? Nou, de eerste gaat bijvoorbeeld over cola. Kijk, neem een glas cola. Het klinkt echt vreemd, maar het helpt met het doden van bacteriën. Er zitten namelijk bepaalde stoffen in met redelijk wat suiker en zout. En het werkt ook om het risico om het krijgen te verminderen. Totale nonsens, kan ik je vertellen. En er gaat ook nog zo'n verhaal over kippensoep. Kijk, bij griep en verkoudheid moet je veel kippensoep eten. Dat is een natuurlijk antibiotica. Ook dit, lieve mensen, is... Ja, maar je sterkt er wel van aan. Daar gaat het eigenlijk om. Maar wat kreeg jij bijvoorbeeld vroeger van oma als je ziek was? Ja, ik moest een ui naast Een ui naast je bed, precies, kreeg ik ook. Een ui naast je bed. Gerrit, wat... Hete melk met een rauw ei erin. Oh. Hete melk met een rauw ei. Ik ben nog nooit goed. Nou goed, ik ben al deze fabels en misschien ook wel echte aanpakkingsmethodes gaan checken. Toch bij de huisarts. Maar ik heb ook op straat eventjes gevraagd naar wat de mensen nou als ultieme tip hadden voor de griep te bespreiden. Stel, u heeft de griep. Ja, wat is dan... Dan liep ik hier niet. Nee, dan liep u hier niet. Vroeger kregen wij een schep levertraan met een pepermuntje erachteraan. Gewoon gekookte uien eten. Welke tips van grootmoeder kom jij zo al tegen? Uien naast het bed is een veel voorkomende. Stomen doen veel mensen. Stomen werkt niet? Stomen, nee, het kan wel je symptomen verlichten, omdat het vaak ervoor zorgt dat bijvoorbeeld een verstopte neus open gaat. Maar het zal ook niet het virus zelf bestrijden. Wat was dan het recept van uw moeder? Als je nou een ui naast je bed. En een lekker soepje nemen. De griep die het niet gaat. Joh, ik ben zo gezond als de pest. Werken die tips eigenlijk? Als mensen zich er prettig bij voelen en ze denken zelf dat het helpt, kan het zeker geen kwaad. Maar ze zijn niet wetenschappelijk bewezen. Wat voor tip kun je nu eigenlijk geven? Als je griep hebt, kan je daar met name de eerste dagen best wel hoge koorts bij hebben. En wat dan belangrijk is, is dat je voldoende drinkt, zodat je lichaam niet gaat uitdrogen. Wat doet de dokter eigenlijk zelf als ze de griep heeft? Rust nemen, voldoende drinken, een beetje extra groente en fruit en uitzieken.
Ja, je herkent hem misschien wel. Dit is de dokter van het programma van Philip Geubels. Ah, ja, tuurlijk. Oh, okay. Is er een dokter in de zaal? Ja. Ja. 6 weken zijn we onderweg, Lex, met de griepepidemie. Wat is, waar moeten we nog op rekenen? Nog minstens 2 weken. 9 weken is het gemiddelde in Nederland dat de epidemie duurt. Dus nog 2 weken volhouden. Oké, okay. Dankjewel, Lex. Graag gedaan.